gaan we zo meteen inderdaad door. De eerste etappe van de ZLM Tour 2022. Een etappe met start en finish in Capelle. Ruim 100 kilometer vandaag. Ze rijden 8 lokale ronden van telkens meer dan 12 kilometer. De start wordt gegeven door voormalig wielrenner Jo de Roo. Een Zeeuw. En dus is hij vol verwachting wat de dag gaat brengen. Deze eerste rit volledig vlak. Snel, dat wist op voorhand al. Korte, intensieve etappe. Een startstijl wordt dan gegeven door sportief directeur Jean-Paul van Poppel. En dat is meteen het teken voor sommige ploegen om te zeggen, wij trekken ten aanval. Het zijn vooral de ploegen die vandaag een sprint willen ontlopen. De grote blokken willen dat vooral niet. Jumbo-Visma, DSM, Ineos. Die willen gaan sprinten in de straten van Capelle. Proberen de boel ook zoveel mogelijk te controleren. En soms ook wel wat te forceren. Spelen met de wind, dat lukt niet altijd even goed, maar het zorgt wel voor een spannend koersverloop. Op ruim 25 kilometer van de finish gaan we nog sprinten voor 3 bonificatieseconden. Het is uiteindelijk Sam Welsford die die 3 seconden pakt voor Ben Turner en Tim van Dijken. De eerste rust een klein beetje terug in het peloton op weg naar de massasprint die dan komen gaat. Maar we zien in de laatste paar kilometer dat het tempo flink de hoogte in gaat. Meerdere sprintrijtjes die zijn dan tamelijk ontregeld. Dus we kijken naar de sprint. Wie gaat als eerste door die laatste bocht heen? Dat is cruciaal in deze etappe. Nou, dat is uiteindelijk Olaf Kooi. Die heeft wat slim gespeeld. Maakt er een lange sprint van. Dat is ook wel nodig om te kunnen winnen. Maretschko komt nog dicht bij de renner van Errol Alpecin. Maar het is uiteindelijk Kooi die stand houdt en de etappe wint. Dat leidt tot vreugde bij hemzelf, maar natuurlijk ook bij de ploeg. Want Kooi slaat een dubbelslag. Wint niet alleen de rit, maar pakt ook de leiding in het algemeen klassement. Maretschko kwam nog wel heel dichtbij in de laatste tientallen meters. Maar uiteindelijk hield Kooi stand. En zo wint de 20-jarige renner van Jumbo-Visma de eerste rit van deze ZLM-tour. Maretschko komt een beetje tekort. Viviani eindigt op plek 3, Welsford op 4. Arvid de Klein op plek 5.